vrijdag 9 december en zaterdag 10 december staan we bij alle 28 supermarkten in de gemeente Overbetuwe en Lingewaard. En wilt u dan naast uw eigen artikelen iets geven voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, dan kan dat met name op die dagen. Als u het daar koopt en aan ons afgeeft, dan zorgen wij ervoor dat het bij de gebruikers van de voedselbank terechtkomt. En wilt u ons helpen op een van die dagen, dan kan dat natuurlijk ook. Dan kunt u via het onderliggende e-mailadres u opgeven voor deelname en kunt u ons 4 uurtjes helpen op een van deze dagen in de supermarkten. Alvast hartelijk dank. Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disease. Things like degenerative. Yeah, progressive. No cure. Yeah, no cure. That's the big problem with Parkinson's, is so much of it you can't see. Now, the bad news is there's no cure, but there is treatment and there's management. Ja, u zag net een stukje van de trailer die gemaakt is voor de documentaire Beating Parkinson's Disease. Naast mij zit Marine Scheurtse en zijn dochter Demi. Welkom. Marine, ja, de documentaire gaat over jou, maar even vooraf, we zitten in het sportcentrum De Kooi. Waarom zitten we hier? De documentaire gaat over het feit dat ik heel veel sport en de revenue die ik ervan heb. En dat sporten doe ik eigenlijk allemaal hier. Demi, jij hebt die documentaire gemaakt over jouw vader. Waarom een documentaire over je vader die Parkinson heeft? Het begon eigenlijk altijd toen hij de Vierdaagse ging lopen. Vond ik het eigenlijk wel een speciaal verhaal dat iemand die al 4 jaar Parkinson had, gewoon even de Vierdaagse uitliep, maar wel de Vierdaagse ging lopen. Ja. En hem ook uit heeft gelopen. En dat vond ik eigenlijk wel een speciaal verhaal. En daar wou ik toen de tijd gewoon even een YouTube video van maken. Met zijn verhaal. En dat is uiteindelijk allemaal een beetje doorgeschoven en het werd steeds groter. Totdat ik dacht van het hele thema van sporten met Parkinson. Dat is eigenlijk wel een mooi thema en vooral om te zien hoeveel jij er eigenlijk aan hebt gehad. Ja, ik werd daar alleen maar enthousiast van. Ja. Want ik ben ooit geïnspireerd geraakt door mensen waarover ik gehoord heb wat die met sporten hebben kunnen bereiken. Dus als ik middels deze documentaire anderen kan bereiken, dan vind ik dat alleen maar heel mooi. Is het makkelijk om met de ziekte van Parkinson om dan zo in beeld te komen en jezelf zo te promoten? Ja, ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel moeite mee, maar het kan wel confronterend zijn. Want ik zie wel, als ik mezelf terugzie op film, en zeker voordat ik de operatie gehad heb, echt een star gezicht. En mijn stem is veel monotoner geworden en af en toe dan zie je mijn hand trillen. En daar ben ik niet blij mee om dat te zien, zeg maar. Maar het hoort bij mij nu, dus het is wat het is. Wat vind jij de belangrijkste boodschap die uit die documentaire moet komen? Ik heb de documentaire niet gezien. Die wil ik ook bewust pas op 3 december zien. Vind ik gewoon veel leuker. Ja. En wat ik hoop dat er heel duidelijk uitkomt, is de baat die ik gehad heb bij het vele sporten. En dat een trigger kan zijn voor andere mensen met Parkinson of een partner met Parkinson. Het is ook deels om te laten zien wat het leven is als je Parkinson hebt. Hij heeft een keertje het trilt met zijn hand of hij heeft weer wat moeite met iets of met balans of dat soort dingen. Maar je weet niet helemaal door, of je hebt niet helemaal door hoe het is om dagelijks ermee te struggelen. Ik denk dat iedereen wel iemand kent die Parkinson heeft. Ja. Hè? Dus uiteindelijk denk ik ook, Marinus, dat die theaterkerk uit moet puilen. Zijn er nog plaatsen beschikbaar? Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Ik denk dat we nog 60 plekken over hebben en dat er inmiddels al 150 vergeven zijn. Dus het is vele malen groter, blijkt het te gaan worden, dan dat ik ooit had durven dromen. Ja, er is een goed doel gekoppeld aan de documentaire. Hè? Kun je even uitleggen wat dat is? Bas Bloem, die heb ik gevraagd om een goed doel te benoemen. En hij heeft een nieuw project, is hij aan het opstarten op dit moment. En dat gaat om kunst en Parkinson. Want we weten al dat dansen, dus het zelf dansen, het maken van muziek en dat soort dingen, dat een positieve effect heeft op je symptomen. En het maken van kunst, maar misschien ook wel het genieten van kunst en kijken naar kunst, kan ook daar effect op hebben. Ja. Dus dat gaat men nu onderzoeken. De documentaire is te zien op 3 december in de Theaterkerk in Bemmel om 3 uur. En je kan je aanmelden via het e-mailadres mijnpdreisinpremiere@outlook.com. You cannot beat the disease, but there are lots of things you can do to maintain a good quality of life.
Goedemiddag allemaal hier in Bemmel. Wat hebben jullie hier weer mooi weer. Fantastisch zonnetje. Alle kindjes weer blij. Heel veel kindjes. En we gaan dadelijk heerlijk door Bemmel heen om er een mooi feest van te maken. Om u van harte welkom te heten in Bemmel, dus bij deze. Dankjewel Maarten, fijn dat u er bent. En ik zou u de kinderburgemeester beterschap willen wensen. Dat ga ik doen. En de groeten over willen brengen. Zeer zeker. Aan de burgemeester. De voedselpakketten klaargemaakt worden voor de gezinnen in Arnhem en omgeving, ook voor de gemeente Lingewaard. Inmiddels hebben wij enorm stijgende klantenaantallen, tegen de 1500 gezinnen aan, meer dan 3600 mensen die wekelijks van ons voedsel krijgen. Dat voedsel moeten wij natuurlijk wel binnenkrijgen. Dat komt vanuit allerlei bronnen, maar een van die bronnen zijn supermarkten. En daarvoor wordt begin december een supermarktactie gehouden in de gemeente Lingewaard. En wij roepen jullie allemaal op om daaraan mee te doen. Ofwel om producten te doneren, ofwel om u te melden als vrijwilliger. Een dagdeel in een supermarkt staan om mensen te stimuleren om daaraan mee te doen. Superleuk werk, er zijn veel mensen voor nodig. En wij zouden het fijn vinden, wij kunnen het heel goed gebruiken. Met welke pet wij hier vanavond opstaan. Zal ik beginnen? Ja, nou, hij is Bas Hulshoff. En dit is Mireille Mom. Klopt ook. En we hebben al een aantal jaren mochten om beurt dit gala presenteren. Maar vanavond hebben we een bijzondere avond. Want wij vieren met gezelschap De Gentenaar en al onze andere organisatoren het 10e jubileum. Welkom allemaal bij het 10e vrijwilligersgala en bij een lustrum pak je uit. Nou, dat hebben we al kunnen zien bij de opening, maar ik heb stiekem al wat kunnen zien van het programma en wat mij betreft wordt het fantastisch. Alle ondernemers in Lingewaard in het zonnetje. En bedanken we ze voor hun inzet voor de gemeenschap. Iedere dag ondersteunen ze ons weer met geld, sponsoring, maar ook met veel diensten. Mag ik twee bestuursleden op het podium hebben, Anja de Weert en Esther Kuijer. Thank you.
eigenlijk drie toppers, drie winnaars. En het is bijna niet mogelijk om eruit te kiezen. Maar ja, als jury moet je kiezen, want dan kan er maar één de winnaar worden. Ik hou u niet langer in spanning. Ik zou willen beginnen met de woorden: durven doen, dan pas denken. Billy, gefeliciteerd met de vrijwilligersprijs.